Welkom bij Boerenbusiness TV. Nou, voordat de grote vakantie voor heel Nederland voor de deur staat, nemen wij de financieel-economische markten nog een keer door. En dat doen we zoals altijd met Edin Mujahid, hoofdeconoom van Vermogensbeheerder OAV. Edin, welkom. Dag Erik, dankjewel. Even kijken, als we het laatste nieuws erbij pakken op het gebied van de handelsoorlogen, dan zien we dat de Verenigde Staten en China weer met elkaar in overleg gaan. Goed nieuws. Is dat goed nieuws? Dat is goed nieuws. Waarom? Het is altijd goed als die twee landen die ruzie maken met gevolgen voor de wereldeconomie zeggen, we gaan nu even zitten om te proberen om die ruzie ongedaan te maken. Dat is goed nieuws. Ja. Het was nog beter nieuws als de kans van slagen groter was geweest. En dat wil ik net zeggen, want ze zitten al heel vaak bij elkaar. Hè? Maar ja, omdat er onderliggend helemaal niets anders is geworden. Kijk, wat ik veelzeggend vind is dat China geeft keer op keer aan, als die gesprekken tot een succes moeten gaan leiden, dan moeten we die gesprekken met z'n tweeën ingaan op basis van gelijkwaardigheid. Dus China is gelijk aan Amerika. En dat is nou precies hoe Amerika China niet ziet. Amerika ziet zichzelf boven China staan, dus niet gelijkwaardig. Daar begint het dus al mee. Die gesprekken beginnen al met de eis van China op basis van gelijkwaardigheid spreken en Amerika doet daar niet aan. Dan is de kans op succes heel klein. Daar komen een aantal andere dingen bij. Je kunt je afvragen of het in het belang van de Amerikaanse president is om die ruzie op te lossen. Hij kijkt nu alvast naar volgend jaar. Volgend jaar zijn de verkiezingen in Amerika. Hij hoopt herkozen te worden. Als de Republikeinen en Democraten één ding gemeenschappelijk hebben, dan is het dat beide partijen zich hard opstellen tegen China. Dat betekent voor die Amerikaanse president, zolang hij die ruzie, om het zo te zeggen, in stand houdt, kan die altijd naar de Amerikaanse kiezer van volgend jaar het beeld voorschotelen dat die opkomt voor het belang van de VS. Nou, dat doet het goed in Amerika. Maar dat betekent dus ook dat hij zich niet, of veel moeilijker, soepeler kan opstellen tegenover China. Want dan is het wachten totdat democraten hem aanvallen en zeggen, wacht eens even, je hebt niks binnen, je hebt geen toezeggingen binnen van China en je stelt je soepeler op. Dat maakt de kans op zijn herverkiezing veel kleiner. Ja. Dus ik ben bang, het is goed nieuws dat ze gaan spreken, maar de kans op dat het leidt tot het oplossen van het conflict is niet heel groot. Ja, maar nu is Trump verder ruzie aan het zoeken, hè? Ook met de Europese Unie, waar hij dreigt met invoerheffingen voor onder meer varkens, vlees, boter en kaas. Klopt, dat heeft alles. Vrees jij dat hij daar wel doorpakt? Ja, ik denk het wel. Kijk, hij heeft nu dus heel lang ruzie met de VS, met China. Hij heeft ruzie gemaakt op het gebied van handel met Mexico, met Canada. Dat is allemaal goed uitgepakt voor hem. Hij heeft ook gemerkt, het kost mij geen stemmen. Dan is het logisch dat hij daarmee doorgaat. Zeker richting de EU, waar het niet, dat moeten we niet vergeten, een heleboel Amerikanen die hebben er genoeg van dat Europa onvoldoende meebetaalt aan de NAVO, dat heel veel Amerikaanse spullen niet eens verkocht mogen worden in de EU, dat die spullen die wel verkocht mogen worden doorgaans hoge invoerrechten hebben, daar hebben ze een hekel aan. Dus het zou me niet verbazen als die in de toenemende mate ruzie gaat zoeken met de EU. Maar wat betekent dit voor de economie? Uiteindelijk kun je alles herleiden tot, kijk, een handelsoorlog of kans op een op zo'n oorlog gedurende een half jaar lang, daar is niks mee aan de hand. Dat heeft geen structureel gevolg voor de economie. Als je handelsoorlog 2 jaar lang laat voortduren, dan heeft dat gevolgen voor economische groei. De groeiramingen in zowel de VS als Europa zijn de laatste maanden omlaag bijgesteld. Dus het ziet er allemaal wat slechter uit dan een half jaar geleden. Dit helpt daar niet bij. En dat betekent heel simpel dat zo'n centrale bank als de Fed eigenlijk geen andere optie heeft dan de rente te verlagen. Het enige onbekende is, hoe vaak gaan ze de rente verlagen tussen nu en eind van volgend jaar? En omdat we in een heel sterk geglobaliseerde wereld leven, betekent als de Fed die weg inslaat, dan heeft onze eigen ECB ook geen andere keuze dan de Fed achterna te gaan. Maar dat is ook precies wat Trump wil, hè? Dat is precies wat hij wil. En dat heeft natuurlijk allemaal gevolgen. Een van de gevolgen is wat de Nederlander heel hard raakt. Een van onze nationale hobby's is sparen. De spaarrente is 0%, vinden we allemaal echt erg. Maar in deze omgeving, waarin de Amerikaanse centrale bank de rente gaat verlagen, waarin de ECB in ieder geval de rente niet kan verhogen,
betekent dat die spaarrente, die was 0%, die is 0% en die blijft nog jarenlang 0%. Nou, met dat gesternte, zeg maar, hoe moet een Nederlandse agrarische ondernemer de vakantie ingaan? Niet heel negatief, want het vooruitzicht dat er nog meer geld vanuit die centrale banken naar de financiële markten vloeit en naar de economie, betekent wel dat de kans groot is dat die economische groei die we nu hebben, en die is redelijk hoog, laten we dat niet vergeten, de kans is groot dat die redelijk hoge groei blijft aanhouden. En dat is uiteindelijk goed nieuws voor agrarische ondernemers, want we moeten allemaal eten en bij hoge economische groei geven we meer geld daaraan uit. Alleen voor het sparen moet hij een andere oplossing gaan. Voor sparen moet hij een andere oplossing gaan zoeken. Een voordeel is wel, zijn hypotheekrente is ook lager. Dus daar kun je ook nog een voordeel uithalen. Oké. Nou, bedankt Edin. Geen dank. En jij ook een fijne vakantie. Dankjewel, jij ook. Dit was Boeren Business TV. En tot de volgende keer.